Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Mijn naam is Nick Andriessen. Ik ben 28 jaar. Ik ben leerkracht van beroep en ik woon in de prachtige plattelandsgemeente Ravels, waar ik sinds 2013 ook gemeenteraadslid ben. Bij deze verkiezingen ben ik tweede opvolger voor het Vlaams parlement in de provincie Antwerpen. Mijn hobby's zijn hardlopen en ik doe af en toe ook vrijwilligerswerk bij de KLG van Ravelzeel en ben ook lid van het toneeltuinhuisje uit Weelde. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik zou bijna durven zeggen waarom niet. Het is zo, ik heb in mijn leven geleerd, en vooral bij de jeugdbeweging heb ik dat geleerd, als je dingen wilt veranderen of als dingen anders moeten of beter kunnen, dat je de dingen ook zelf mee vast moet pakken. Er komen allerlei uitdagingen op ons af, het klimaatverhaal, de kwaliteit van ons onderwijs enzovoort. Je kunt natuurlijk aan de zijlijn staan roepen en zeggen dit moet anders en dat moet beter, maar volgens mij is het beter en effectiever om zelf mee in de strijd te stappen en zelf mee op te komen voor uw idealen. En daarom doe ik heel graag mee. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb gekozen voor de weg vooruit. Dat is de campagneslogan van mijn partij, maar dat is ook een zin waar ik heel sterk in geloof. Ik denk dat elke Vlaming in zijn of haar leven bezig is met vooruitgang te boeken, proberen vooruitgang te bereiken in zijn leven. Bijvoorbeeld een jeugdleider die in de jeugdbeweging bezig is met een evenement te organiseren of een leerkracht die de klas van punt A naar punt B probeert te brengen. Ik denk dat elke Vlaming probeert om dingen vooruit te krijgen in zijn of haar leven. En ik denk dat dat belangrijk is, dat we de Vlaming dan als politiek ook het gevoel geven dat wij hen ondersteunen in die weg vooruit. Ik denk dat de Vlaming dat gevoel terug moet hebben. Dat politiek niet alleen gaat over ruzie maken enzovoort, maar echt een politiek die de mensen actief ondersteunt in de weg vooruit. En de weg vooruit naar een goed leven hier in Vlaanderen. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik heb eigenlijk drie politieke voorbeelden. De eerste waarmee ik heel graag begin is onze burgemeester Walter Luiten. Walter Luiten is iemand, een burgemeester, bij wie de deur altijd open staat, letterlijk en figuurlijk. Die luistert heel graag naar zijn inwoners. En ik vind dat belangrijk dat je als lokaal politicus een luisterend oor biedt aan je inwoners. Het is ook een burgemeester die midden de mensen staat, die geen conflicten opzoekt, maar echt op zoek gaat naar oplossingen. En dat vind ik belangrijk. Een tweede voorbeeld voor mij is Jean-Luc Dehaene. Ik vond Dehaene een politicus die ook boven het partijpolitieke gewoel zichzelf oversteeg. Die actief op zoek ging ook naar oplossingen. Die ons land door een moeilijke periode loodste. Maar met de juiste recepten toch ons land in een nieuwe plooi heeft weten te leggen. En ook durfde te besturen. Hij durfde besluiten nemen. En dat vind ik toch belangrijk. Een derde voorbeeld is de vorige Amerikaanse president. En ik denk dat de stijlbreuk met zijn opvolger niet groter kan zijn. Barack Obama was iemand die de kracht van het woord had, maar ook de kracht van de daad. Hij had respect voor zijn medemensen en probeerde vanuit dat respect vertrouwen te winnen om zo beslissingen te kunnen nemen. Samenwerking vond hij heel belangrijk. En ik denk dat dat toch iets is waar dat de wereldpolitiek vandaag ook een groot gemis naar heeft. Wat zijn uw politieke interesses? Op dit moment heb ik twee topics waar dat ik mij zeker voor wil inzetten. Dat is het fietsbeleid in Vlaanderen en ook het plattelandsbeleid. Als we zien dat de Vlaming alsmaar meer de keuze maakt om de fiets te nemen, dan kunnen we dat alleen maar aanmoedigen. En dat is al zeker een belangrijke verdienste. Maar het cijfer van verkeersongevallen en slachtoffers in het verkeer op de fiets neemt ook toe. En dat is wel iets waar dat we aandacht voor moeten hebben. We moeten voldoende investeren in fietsinfrastructuur, goede fietspaden, goede fietsenstallingen, fietssnelwegen, zodat de Vlaming nog meer de keuze maakt om de fiets te nemen, maar ook dat als een logische en een verkeersveilige keuze ziet. Dat is toch belangrijk dat we daar de komende jaren zeker op inzetten. De fiets kan en moet Vlaanderen volgens mij veroveren. En dat kan alleen maar als we voldoende fietscomfort installeren.
Een tweede ding waar ik zeker mij voor wil inzetten is het plattelandsbeleid. Ik ben een geboren en getogen Kempenzoon. Het platteland, dat is mijn natuurlijke habitat. Pas was er nog iemand uit de stad Mechelen bij mij op bezoek. En die heeft een aantal keer herhaald hoe mooi dat hij het platteland vond. En ik denk dat we dat zeker moeten beschermen. Het platteland met al zijn troeven. De economische activiteit dat er is, de landbouwactiviteit, maar ook de open ruimte dat op het platteland nog zeer sterk aanwezig is, dat moeten we beschermen. Niet alleen dat, maar ook de mensen op het platteland. Er zijn heel veel mensen die zich inzetten in verenigingen. Ik denk dat die verenigingen zeker ondersteuning verdienen. Maar ook de economische activiteit op het platteland. Het zijn die lokale ondernemers die nog altijd zorgen voor het leven in de brouwerij op het platteland. En ik denk dat we daar zeker aandacht voor moeten blijven hebben. Wat kan er anders en beter in de politiek? Ik denk dat op dit moment in de politiek er een groot gebrek is aan respect voor elkaar. Ik heb het idee dat de politiek vandaag alleen maar draait rond ruzie maken, rond twitteren, rond verdelen. En ik denk dat dat geen goede evolutie is. Ik ben ervan overtuigd dat door samen te werken, dat daardoor alleen vooruitgang geboekt kan worden. Ik denk trouwens ook dat dat hetgene is dat de Vlaming van ons verwacht. Wij zijn verkozenen des volks, om het zo te zeggen. En ik denk dat de mensen alleen maar willen dat de politici die zij gekozen hebben, dat die oplossingen zoeken voor de levenskwaliteit van hun leven hier in Vlaanderen. En ik denk dat we daar terug meer op moeten focussen. Respect voor elkaar, samenwerken, op weg naar een goed Vlaanderen. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb mijn loopschoenen meegebracht, omdat de loopschoenen die brengen u letterlijk stap voor stap op weg vooruit. En ik denk dat dat toch een beetje symbool staat voor de manier waarop ik ook aan politiek wil doen. We hebben geen nood aan Big Bang, maar ik denk aan stappen in de goede richting vooruit. Dat hoeft niet snel te gaan. Je kunt lopers die traag lopen, kunt je ook altijd aanmoedigen, zodat ze uiteindelijk ook de eindmeet bereiken. De snelle lopers die mogen snel zijn, die mogen excelleren, dus die mogen vooruit gaan. Maar zolang dat iedereen de eindmeet maar haalt. En voor mij is de eindmeet een goed, gezond en gerust leven voor elke Vlaming.